is dit sneu? Dat kan je wel zeggen. En het ging zo goed. Ze begon goed tegen Japanse, de moeilijke tegenstander. Daarna won ze ook nog van de Chinezen. Ze verslikte zich op de Engelsen, waar ze ook eigenlijk tot nu toe de beste tegen zijn judo. Zo, het is teleurstellend. Gezien het feit hoe ze judo doet. Wat ging er mis? Wanneer? De laatste pot. Dat was een hele goede judoka waar ze nog nooit tegen had gestaan. Heel vroeg eens een keertje. Zo, een beetje onbekend. Maar ze begon goed, maar ze stapte niet uit. Zo, ja. Dus judo, het gaat goed of het gaat niet goed. Maar ze heeft, qua judo ben ik helemaal tevreden, qua mentaliteit ook. Dus dat is de enige opsteker die we hebben. Was de teleurstelling al groot toen ze in de kwartfinales eruit gingen? En was het moeilijk om zich op te laden voor eventueel brons te winnen? Nee, de teleurstelling was groot. En het was heel erg sneu, jammer. Ze stond helemaal voor. Maar ze heeft een goede mentaliteit. Dus het was weer min of meer makkelijk om ze weer op de lees te krijgen. Al met al, er wordt morgen nog wel gejudo'd. Als we de balans op gaan maken, hebben we niet te weinig medailles gewonnen? Alleen tot nu toe Edith Bos. Ja, misschien mogelijk zo nog met Gol? Minder als dat we dachten. Als dat een goed antwoord is. Ja. Ik denk dat een ander beleid wat de komende tijd gaat gebeuren, dat wordt meer uitgehaald. Ja, want wat was er mis met dit beleid? Ga ik nou even niet op in. Maar je bent er volgens mij niet helemaal mee eens met hoe het gegaan is, als ik het zo een beetje proef. Nee, de laatste jaren is het niet gegaan zoals ik dus had gewild. Ja, dan hoorde ik Dennis van der Geest zeggen, het heeft eigenlijk alleen maar met geld te maken. Zie Rusland, Poetin heeft heel veel geld ingestopt en de medailles komen gewoon één voor één. Heeft het daarmee te maken? Het heeft helemaal niks met geld te maken, geld is altijd leuk. Maar als je alleen maar voor geld ging judoën, dan wordt judo een soort voetbal en wordt het niks. Ik vind judo is juist clean. Ik vind judo is veel geld. Maar als je daardoor alleen maar gemotiveerd gaat worden en medailles van gaat winnen, dan denk ik niet dat we op een goede weg zitten. Ik denk dat hij alleen maar geld denkt. Ik denk alleen maar in judo. Dankjewel.